Het moment wanneer dat je een intro probeert te doen en nogal in een drukke trein zit. Leuk! Achtergrondgeluid. Kan niet beter. Goedemiddag allemaal en welkom bij deze soort van vlog, denk ik, YouTube-ceptie. Ik weet niet hoe dat we het gaan noemen, maar wij gaan naar de Dutch YouTube Gathering. En ik neem jullie gezellig mee om te kijken wat daar te beleven is. Dus ik zit nou hier in de trein richting Utrecht Centraal. Ik weet niet wie ik er allemaal tegen ga komen. Ik wil jullie daar toch wel eventjes mee naartoe nemen. Tenminste, dat gaan we proberen. Dus, misschien zie ik jullie daar wel. En ondertussen kan ik een keer van het uitzicht genieten of zo. Gelukkig heb ik mijn 3DS bij me, wie weet. Misschien wordt het wel gezellig. Maar ik zie jullie daar. Dus op naar Utrecht. Nou, dit is de eerste keer dat ik met het openbaar vervoer ga. We staan hier op Centraal Station Utrecht. Blijkbaar moet ik die kant op. Ik ben altijd eigenlijk met een auto gegaan. En nu ga ik eigenlijk een keertje met het openbaar vervoer. Mario! Hallo! 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 Ik word gelijk herkend tegen Mario. Hoe komt dat nou weer? Waar gaan we hier? He's at home, a cleaning, with a vacuum cleaner. Getting a wicked of the ghost. Het gebeurt hier allemaal live in één keer, weet ik veel. Maar goed, ik ben benieuwd hoe groot dat de wachtrij is. Ik ben een beetje aan de vroege kant. Maar we zien vandaag wel hoe dat gaat lopen. Dus tot zo. Even wachten, er wordt ge... Even wachten jongens, even wachten. Ik sta hier bij een deur. En er wordt nou gezet. Dus ja, we zijn hier dus en er is een gigantische opkomst van mensen. Nou doen ze even niet meer, hè? Nou zijn ze rustig. Ze kijken wel allemaal deze kant op, dat is creepy. Zelf creepy. Een gigantische wachtrij. Niks is zo leuk als dan mee te staan in de wachtrij. Dus en overal hoor ik om me heen een Mario. Ik heb geen idee wie Mario is. Maar we zijn dus hier bij de Dutch YouTube Gathering. We gaan daar naar binnen toe over YouTubers, andere YouTubers, collega's, hartstikke leuk. Maar het gaat mij meer om de kijkers. Ik hoop dat ik heel veel leuke kijkers tegen kan komen. Dus ja, ben jij toevallig ook op de Dutch YouTube Gathering geweest? Ja, dan hoop ik dat je gezien hebt, zo niet. Er zijn nog meer evenementen. In de beschrijving staat hoeveel evenementen dat ik wel niet naartoe ga, dus het komt wel goed. Maar ik neem jullie sowieso mee naar binnen toe. En we gaan nog naar buiten toe. En weer terug naar binnen toe. En weer naar buiten. En weer naar binnen. Want dat is eigenlijk basically wat we hier doen. Ik heb de touwen gevonden! Maar goed, ik zie jullie dadelijk zo bij de volgende take. Dus tot dan. Woehoe! Oké, eventjes 2,5 dingen even melden. Ten eerste, binnen is het enorm druk. Je kunt daar bijna niks zien, omdat wij sommige dingen hebben ze dus de lampen uitgedaan. Op sommige plekken is het heel erg donker. Ken ik niet met een gestrekte arm filmen, want dan bots ik tegen 300 verschillende mensen aan. Dus helaas kan ik jullie niet echt mee naar binnen nemen. Jullie hebben een beetje de wachtrij gezien hoe druk dat het is. Maar ik moet wel zeggen, het is enorm gezellig. Ik kom heel veel mensen tegen. Mensen willen gelijk op foto, handtekening, babbeltje maken. Hartstikke gezellig. Overal om me heen hoor ik Mario, ik weet niet waarom, hoe zou dat toch komen? Maar morgen ben ik dus weer als Pokémon trainer, tenminste dat is de bedoeling. Voor mij morgen, voor jullie een paar dagen terug, wanneer dat je dit zit te kijken. Maar ik ben dus bang dat ik binnen weinig veel materiaal kan gooien. Ik probeer nog heel eventjes langs de Age of Media stand te komen, of gewoon de Age stand is dat tegenwoordig gewoon. Ik ga er gewoon even langs, even gewoon lekker even filmen. Maar ik ga het gewoon proberen, misschien kan ik het in de video gooien. Dus er lopen heel veel mensen in één keer achter voorbij, die hebben zoiets van... Er wordt gefilmd. Maar we zien vandaag zo hoe dat balletje gaat rollen, dus ik zie jullie nog heel eventjes binnen. Ik ga het proberen, ik waarschuw alvast, het kan heel erg donker zijn, dus hou daar rekening mee. En lawaaierig. Heel erg lawaaierig. Harry! Oké, ik sta hier dus nou lekker even rustig te chillen bij mijn netwerk. En er staat hier in één keer een gigantische... Hi, zeg even hallo. Juichen! Ook even juichen, allemaal. Hey! De gezelligheid is zeker real. Dus ik hoop dat jullie me een beetje kunnen horen, anders komt er gewoon ondertiteling en anders... Dus, niks is zo leuk als gewoon gezellig met je netwerk hier zo gewoon lekker te chillaxen. Maar zoals ik al had beloofd, hier hebben we dus eventjes een moment van chill. Misschien film ik dadelijk nog een stukje, maar ik zie jullie dadelijk waarschijnlijk even buiten. We hebben weer wat rust. Tot zo!
Nou, die scène die was behoorlijk chaotisch die we dus net hebben gezien. En dat was ook eigenlijk het enige wat ik een beetje kon filmen van de binnenkant. Echt vol met gezellige YouTubers. Kijkers voornamelijk. Ik heb heel veel mensen ontmoet. Dus heb ik jou toevallig daar ook ontmoet. Was gezellig. Maar daar wil ik het ook bij laten voor deze vlog. Want het was behoorlijk vermoeiend. Omdat ik ben dus non-stop binnen bezig geweest. En morgen, ja voor mij morgen, voor jullie was het weer een paar dagen geleden. Ligt eraan wanneer dat je kijkt. Ja, ga ik dus weer een hele dag. En dan volledig gefocust dus op het entertainen. Dus ja, ik hoop dat jullie dit een soort van leuke vlog vonden. Ik bedoel, ik ben niet zo goed in vloggen. Dat is niet echt mijn stijl. Ik ben meer een let's player. Maar ik dank jullie voor het kijken. Dus heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter natuurlijk als je daar ook de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Ik wens jullie nog een hele fijne dag toe. Vergeet niet, jullie kijkers, jullie maken dit mogelijk. Enorm bedankt voor de support. En misschien zie ik jullie weer bij een ander event. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!